Vandaag introduceert Vuurland, een restaurant in Beverwijk, een drive-thru speciaal ingericht voor kinderen. Wij zijn benieuwd en we nemen een kijkje. Op 15 maart moesten alle horeca's sluiten. Wat hebben jullie allemaal sinds 15 maart gedaan? Eerst een noodplannen maken. Personeel bij elkaar roepen. Echt de kop even bij elkaar. Hoe gaan we hiermee om? Want dit heeft nog nooit iemand meegemaakt. Personeel ook om alle begrip gevraagd. En uiteindelijk heel veel klussen. Alle achterstallige dingen wegwerken. En zorgen dat we echt tot het puntje helemaal klaar zijn voor de strijd als we weer open mogen. Van 30 mei tot en met 1 juni hebben we een soort takeaway ook voor kinderen. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, de takeaway is eigenlijk voor iedereen. Het is voor ons een officiële aftrap dat we weer open mogen. We hebben een evenementenbedrijf en we hebben een restaurant. Nou, dat gaan we nu de beste wil combineren. En de 30ste is het restaurant nog niet open, maar dan kunnen we wel die takeaway doen. Mensen komen aanrijden, eten bestellen. Nou ja, dan komt het meest saaie, dat is het wachten. Nou, dat gaan wij leuk maken, zeker voor de kinderen. Die kunnen door de drive-in rijden. Daar staat de Koning Koenbaan, maar vooral deze twee hele bekende helden. Nou, dat is voor kinderen echt fantastisch. Die dromen daarover. Dus dat is wat we gaan doen. En na een paar minuten haal je lekker je eten op. En heb je een mooi dagje. En ik hoorde voordat we dit gingen opnemen dat er ook twee shows waren die nu niet door kunnen gaan. Ja, dat klopt. Helaas hadden wij een maartenshow, of eigenlijk drie shows, met ongeveer wel 1000 bezoekers. Nou, die moesten we afblazen. We hadden in juni hetzelfde gepland. Moesten we ook afblazen, naast alle andere evenementen en theatershows, ja. Dus ook voor ons is dit wel een hele zware, donkere periode even. Maar het biedt ook weer perspectief voor vernieuwingen. Ik ben floormanager bij de Vuurlinie. Ja. Wanneer gaan jullie weer open? In principe gaan wij 1 juni ook gewoon open. En de eerste uitjes staan alweer op de planning. Dus we kunnen weer kinderfeestjes draaien, escape rooms, laser gamen. En de eerste bedrijfuitjes die staan ook al gepland. En alles met de 1,5 meter maatregelen. Dus voor nu, mochten jullie een kinderfeestje willen plannen, dan is dat mogelijk. Als je zo meteen door de takeaway rijdt, is het menu dan hetzelfde als in het restaurant of niet? Nee, het menu is zeker anders. Het is een aangepaste menukaart. We hebben nu gerechten erop gezet die je ook makkelijk mee kan nemen naar huis. En wat gewoon makkelijker in te pakken is voor ons. Oké, en als je hier naartoe wilt, moet je dan reserveren of hoe zit dat? Voor de takeaway? Ja. Nee, voor de takeaway kan je gewoon inrijden. Maar als je vanaf 1 juni in ons restaurant weer wil komen eten, moet je wel reserveren. We zijn ook nu andere dagen open, dus we zijn wat minder dagen open. We zijn nu donderdag tot en met zondag open. En we hebben wat verschillende shifts, maar die informatie kan je allemaal terugvinden op de website.